heeft mijn dikke tieten in de polder, moeten we die niet eens bellen? Wij hadden het nog niet in Den Haag, dus ik kende het ook helemaal niet. Dus die Herman Brood hangt nog steeds bij mij thuis. Nou, ik denk dat met de komst van TMF er heel veel veranderd is in de Nederlandse muziekbusiness. Nou, Fabienne was zonder meer de meest succesvolle van het spul. Kwam ook omdat ze natuurlijk heel veel exposure had. En omdat ze er gewoon verschrikkelijk goed uitzag. Naast mij staat zo'n nieuw gezicht. Zij heet Fabienne. Ze is geboren in Amsterdam, maar ze woont in de polder. Dat moet je maar eens even uitleggen. Waar woon je dan precies? In Vinkeveen. En je hebt daar ook bij de radio gezeten, hè? Nou, in Meidrecht, ja. Ik heb Toet Fabienne van het begin tot het eind gedaan. Eigenlijk de gehele periode dat ik hier gewerkt heb. Heb ik Toet Fabienne gedaan. En dat is eigenlijk wel hetgeen waar ik nog het meest trots op ben als ik terugdenk aan die tijd. Het is live. Ik bedoel, voor mij is het nieuw, voor jullie is het nieuw. Ik ben een beetje zenuwachtig, maar dat maakt niet uit. Het komt allemaal goed. We hebben een telefoon aan waar je kunt bellen. Te verlaten. Oké, je kunt nog steeds bellen. 06-300-509 is het telefoon. En je kunt natuurlijk ook faxen 035-60. Goedenavond. Goedenavond. This is the music factory. Toet Fabienne, als in naar Fabienne, e-mailen, schrijven, bellen, omdat het dus live was. En werd het dus wat meer een personality-achtige show waarin de kijker gewoon helemaal mee kon doen. Ik heb ook wel eens gehad dat ik echt hoofdpijn had en dat ik zei, jongens, ik heb vandaag koppijn, help me de show door. En dan kreeg ik echt hele faxen met, oh, dan moet je dit nemen en dit en dat helpt ertegen. Mensen waren heel erg involved. Ik had voor mijn gevoel, er zat een camera en soms wel weet ik hoeveel kilometers tussen mij en de kijker. En tegelijkertijd had ik het gevoel alsof ze allemaal bij mij in de studio waren. Of dat ik bij hun in de slaapkamer of huiskamer of waar dan ook was. The Backstreet Boys with... We got it going on! Hier op TMF, de Music Factory. En ze staan nog steeds naast me en ze gaan een stukje a cappella zingen. Okay, guys, let me hear a piece of real soul singing a cappella. All right, the song is called Just to be Close. And it's gonna be on your new album. Yeah. Okay. Like a flower to a tree, that's how close I wanna be to your heart. Baby, to your heart, heart. Like the stars to the night, and daytime is too light. Never part, we'll never part. Baby, I want you to be the only thing that I I believe it's a destiny. Just to be close, just to be close. It's the only thing that I wanna do. Ooh, just to be close, just to be close, just to be close to you, closer to you, just to be close. Close to you. Oh my God. You. All right. I love that you don't need any instruments. No, we don't. Your music yourself. Thank you. Thank you. Very, very good. Okay. What are your favorite video at the moment? We're going to take a look at that. One of our favorite. One of our favorite. Shot of this. One of our influences and our favorite groups is Boys to Men. And I think we're going to see I'll Make Love to You. Yeah, sure. Yeah. Nou, Bologna om een special op te nemen van Eros Ramazzotti. Ik heb inderdaad zien zingen, echt long uit je lijf. Ja, we hebben één iets minder leuk bericht en dat is dat hij
in één keer weg was. Gisteren schijnt er een soort verkeersopstopping geweest te zijn. Dus hij is na het concert direct in zijn auto gestapt en direct weggegaan. Dus helaas. Maar we gaan wel eventjes kijken wat hij achtergelaten heeft in zijn kleedkamer. Naar Granada, naar Spanje, voor de cd-introductie van de Spice Girls. En dat was in het Alhambra, wat natuurlijk op zich al adembenemend en indrukwekkend is. Nou, de persconferentie is op dit moment afgelopen. We krijgen even de kans om in de tuinen van het Alhambra te kijken, want daar staan wij dus op dit moment. Wat een uitzicht. Mag ik even uw aandacht? Dat bedoel ik. En wat misschien leuk is om te weten, is, en daarom ben ik hier ook even gaan staan, omdat je dat daar kan zien. De Spice Girls hebben Granada uitgekozen vanwege de zonsondergang. Het was een beetje een grapje, maar er is hun verteld van, in Granada heb je de mooiste zonsondergang. En daarom hadden ze zoiets van, nou, dan willen we daar onze cd-presentatie doen. Op dit moment zijn ze een nummer aan het afspelen. Een van de drie ballads die op het album staat, over Spice World. En het is een speciaal kerstnummer. Bridget was een geval apart, want Bridget die is hier bij toeval komen werken. Maandagochtend werd ik gebeld of ik 's middags terug kon komen. Want Lex Harding wilde me spreken. Ik had die naam al eens vaag ergens gehoord, maar echt kennen deed ik hem niet. Totdat ik zijn stem hoorde. Toen dacht ik, oh, die stem die ken ik. En toen hebben we tegen Bridget gezegd van, nou ga je gewoon maar. En ik dacht echt, wat is dit? Wat moet ik doen dan, weet je wel? Ik ken het helemaal niet. Nou, ik natuurlijk heel stoer. Ik bluf me altijd overal doorheen. Ja, ja, dat kan ik wel. Nee, dat komt wel goed. En toen kon ik beginnen. Het is alweer donderdagavond 10 uur. It's time for Till Midnight. Het wordt een ontzettend leuke uitzending. Want ik heb in 2 uur een hele leuke gast. Ik ga je natuurlijk straks vertellen wie. Maar eerst ga ik je vertellen wat ik zo al qua muziek voor je heb. Wel Texas U2 en MR to France. Nou, Michael Hutchins vond ik interessant. Maar daar, yeah, dat is over het slechtste interview ooit. We just saw Duran Duran, also a great band who has a lot of female fans. Isn't it hard? Isn't it hard that always the girls are like focusing on Michael and forget a little bit about the rest of the band? I've never noticed. No. I've never noticed, exactly. I thought it was focused on me. Oh, really? Wow. I'm sorry. No. I sorry you out of your dream. Now you have to find out the truth. No, it's, it, you know, I mean, you know, there's always one that likes me, you know. Well, I like you, so. I like no, you. No, it's not really a problem at all. It's not something I really think about. Ik denk dat ik 14 keer, misschien wel 20 keer, kortom, elke zin begon ik met, isn't it hard? Isn't it hard to be? En, nou, echt. No, isn't it hard for you? Because it's with a lot of bands that the lead singer or even though it's a girl, they stand in the picture all the time and they do all the interviews and all the pictures. And yeah. It must be really hard to get all the attention. Yeah, I kind of love it. En op het moment zelf had ik het helemaal niet door, want ik dacht alleen maar... Oh, en op een gegeven moment zei hij ook dat hij ja, dat is ook niet echt een compliment, maar Suicide of Blonde zei hij, oh, dat heb ik echt voor jou geschreven. Toen dacht ik, nou, ik weet niet of dat leuk is, maar het was wel heel lief allemaal. Als ik wil het ook niet terug. Ik heb het 1 keer teruggezien en toen heb ik echt gehoopt dat hij in de fik ging of dat er iets mee gebeurde. Maar ik ben er bang voor dat hij er nog steeds is. So what do you think about Suicide Blonde? It's still great. Yeah, I still love that song. It's one of my favorite songs. Yeah. Oh, really? Yeah. Written for you. Yeah. Well, I'm honored. Well, introduce it then yourself. Suicide Blonde from NXS. Wat ik ook heel bijzonder vond trouwens qua interview, was dat op een gegeven moment kwam... Dat is mijn allerlaatste interview wat ik voor TMF heb gedaan. Dat was met Doe Maar. Doe Maar kwam even terug. Die had een soort van revival. Die ging 5 keer in Ahoy staan en die had een nieuw album. En toen mocht ik ze interviewen. En dat vond ik wel interessant, omdat ik toch ook wel verliefd was op Ernst vroeger. Nou, echte mystery guesten. Hier in één keer 4 mannen op een kruk. 4 hele bekende mannen. Iets ouder geworden mannen ook, in mijn belevenis. Doe Maar,
Hartstikke leuk dat jullie er allemaal zijn. Ernst Jans, ik zal toch eventjes voor duidelijkheid, hè, want het is toch een jonger publiek. Jan Pijnenburg, natuurlijk ook Henny Vrienten en Jan Hendricks. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Allereerst, het komt misschien wat hard over gelijk, maar ik was toch heel erg benieuwd of die midlife crisis nou meevalt of tegenvalt. Voor mij? Je kijkt naar mij? Ja. De Jan is het nog niet te veel. Nee, nou, ik heb er nog geen last van. Ik heb er eerder in mijn tienertijd een stuk of drie gehad. En daarna nooit meer last van gehad. Dus daar is bij mij geen sprake van. Muziekzender TMF tot stand gekomen. Je ziet het op 1 en 2 oktober. Kijken dit weekend na 10 jaar TMF. The Beginning. Was de Brains van het stelletje. Die was misschien niet de allermooiste, maar wel degene met echt veel karakter. En die kon heel goed interviews doen. Haar Engels was helemaal perfect. En die kon je gewoon naar Madonna of naar Robbie Williams toesturen. En die kwam dan met een zinnig interview terug. Nou, voor het eerst op de televisie bij TMF was het natuurlijk op 1 mei... bij de lancering. Toen gingen we live de lucht in. Dat was voor mij echt de allereerste keer op de televisie bij TMF. En ik weet nog wel dat ik alleen maar zoiets had van, wow. Al die mensen, allemaal bekend. En die kende die en die stond daar met, alsof het allemaal heel normaal was. En ik voelde me echt een beetje een kuiken ertussen. Ik heb er straks al de twee andere VJ's, de vrouwelijke VJ's, mogen introduceren. Fabienne, heel netjes, die staat er gewoon bij. Sylvana, die gaat heel erg veel bewegen, die is ook danseres. Maar Isabel, die heeft het wel heel erg voor elkaar. Ik ga even een beetje lekker liggen, hoor. Lekker. Hey, waarom lig je in bed? Waarom lig ik in bed? Ja, dat is toch hartstikke lekker in bed liggen en nu met Erik de Zwart. Dat is wat er is, hoor. Ja, nou ja, goed. Ik bedoel, kom aan. Dit is toch het beste wat er is. Dat kan je niet missen. Ik had het al zo warm. Dan krijg ik het helemaal warm. Ja. Maar in ieder geval een VJ op de Music Factory. En jij gaat het in bed doen, hè? Ik ga het helemaal in bed doen. We houden het netjes, maar we gaan er wel een dolle boel van maken. Nou, ik ben een hele grote Madonna-fan, nog steeds. Ondanks alles. En op een gegeven moment, ik vergeet ook nooit meer dat er hier heel laconiek over werd gedaan. Ik vergeet het echt nooit meer. Dat op een gegeven moment werd ik geroepen. Zeg, Madonna brengt een nieuwe plaat uit. Die kan jij gaan interviewen. Regel dat dan maar eventjes. En toen liep die persoon ook weer weg. Terwijl ik echt zoiets had van... Hey Madonna, really great meeting you. New album coming up, of course. And I noticed there's 13 tracks on it. First single is coming out on February 13th, Frozen. Uh-huh. The 13,
It's a lucky number. It's a lucky number? Yeah. Well, for me, it's an unlucky number. Why? Well, 13, they always say it's bad luck, Friday the 13th. But people have got it all wrong. It's a lucky number. Maar ja, één ding, je wil natuurlijk nooit je sterren overstralen. En zeker niet als je Madonna gaat in mijn haar. Normaal gesproken gingen daar honderden rollers in en speltjes en weet ik wat allemaal. Nee, dat heb ik die dag keurig netjes helemaal stijl zitten feunen. Ik heb er twee speltjes in gezet. Nou, degelijker dan dat kan je het niet krijgen. Ik heb een zwarte rok aangetrokken en een zwart hemdje met een beetje laag décolleté. Ik denk, nou, hè? En ik kom die kamer binnen en ik zie Madonna zitten en ik krijg gewoon echt een hartverzakking. Want als je ook die beelden aan het profiel ziet, we zien er gewoon echt fucking exact hetzelfde uit. Every album you make is different. Every time you come out with a different look, with a different image. So it's hard to say this is a totally different album. But I felt it a little bit like that. Was it very, is it more, did you want to shock people with it or not? No. No, not at all. No. It's just the feeling that you have for the music right now. Because mm-hmm. it's like drum and bass mm-hmm. and a little bit like the Prodigy sound in it. Mm-hmm. We never heard that with you before. Mm. Well, I've been listening to a lot of it. It's definitely influenced me. Interview met Herman Brood, dat kan overal overgaan. Dat we bij hem thuis zijn geweest. En toen hebben we bijna, nou, de hele tijd dat we daar waren, hebben we een gesprek gevoerd op het dak van zijn huis. Zoekend naar een bepaald soort kiezelsteentjes die hij op dat moment wilde hebben. Kijk, s'nachts zou je op een gegeven moment dus aantreffen. Ja. Op zoek naar... Klavertjes hier? Nou, er zijn bepaalde steentjes die eruit spelen. Wil hem nog? Maar de meeste heb ik er al uitgespeeld. Ja, het is heel persoonlijk, maar er zijn steentjes die ik dus... Moet ik even helpen? Als je me dit komt in de richting... Dan? Ja, driehoek. Driehoekige steentjes? Ja, driehoekige steentjes. Groot, klein, wit, zwart, maakt niet uit. Hoe kleiner, hoe beter. Hoe kleiner. Op een gegeven moment, ook in de periode van Alter Eight, gingen we een interview doen met de Bloodhound Gang. The roof is on fire. Oké. Nou wist ik wel dat die jongens niet van het meest serieuze kaliber waren. En ook wel hun grappen bij de hand hadden. Maar ik heb me toen echt... Ik denk dat dat het moment is geweest dat ik even heb gedacht dat ik nooit van mijn leven... Let's look around Amsterdam. I have to go back to your room and pick up my underwear. I told you I was going to give you that. Yeah, I know. You have to say waiting. It, didn't you? Do you want some of mine? No, not right the sandwich. Ahead. I mean some of mine. Meat. Nah, I'll pass. No, you're not a light eater. You like the big meals. Mm-hmm. So you get beer. The roof is on fire. We don't need no water. Let the motherfucker burn. Burn, motherfucker. Sylvana. Als ze er was. Met Sylvana hebben we vele aanvaringen gehad. Want die was soms wat traag, laat ik het zo zeggen. Maar een lieverd. En als ze eenmaal achter die camera zat met een uitstraling, fantastisch. Toen ik bij Team F kon werken, toen vroeg Lex Harding, de baas, die zei tegen mij... Wat wil je hier dan eigenlijk gaan doen? Ik zei, ik wil mijn eigen muziek doen. Soul en R&B, zwarte muziek. Zwarte muziek, dat vindt niemand leuk. Daar luistert niemand naar. Ik zei, wel waar, het is heel hot op de dansvloeren en zo. Het is echt helemaal te gek. Hij zei, dance is ook zwart, dus dan ga je dat maar doen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Je zag
Bergam, de leader van de Megadance. Iedere zondag op jouw Music Factory. Met daarin alleen maar de allerheerlijkste dance clips, zoals deze die je nu gaat zien. The Bucketheads met The Bomb. Sylvana Soul was R&B, soul en een beetje hiphop. Later kwam daar de pitch ook bij als volwaardig programma. Dus dat werd dan echt het hiphopprogramma. En Sylvana Soul ging dan zich concentreren. Hoe ik het iedere keer voor elkaar krijg, maar ook dit keer is het me weer gelukt om twee zeer bijzondere mannen hier te krijgen. Ik heb het over Casey en Jojo. Ik ben vandaag met ze in gesprek en we gaan dus eventjes een heleboel dingen bespreken. Onder natuurlijk hun nieuwe album All My Life. Dat is de reden dat ze hier in Nederland zijn. Hi guys, welcome. How you doing? I have to say that the fact that you're here today, to me, seems quite, how do you say this, extraordinary. Why? Because you always have such a busy schedule, so you're always in and out, and never time to do this and time to do that, but you're here now, and I'm very glad that you are. Yeah, to come and show that love. Love to be here. Mm. Sexy young lady like yourself. That's the reason you came. Looking all pretty. And to say hello to our fans and everybody out there. What's up? Hallo allemaal, welkom bij wederom een nieuwe aflevering van Sylvana Soul. En ik kan het niet vaak genoeg zeggen, zeker sinds de nieuwe programmering is het iedere avond weer een verrassing. Met wie gaat zij vandaag het programma samen presenteren? Nou, meiden, maak je borst maar nat, want ik heb ze te pakken. De lekkerste mannen uit de wereld van R&B zitten hier. Hi guys. What she just said? Oh, it was all good, man. What she said? It was all good, no, it was all good. You got all the big-headed American. Oh, you don't trust me? Okay. I mean, can we trust you? Look into my eyes. Can you trust me? As you can see your babe. Oh, okay. Now, I was just saying that, you know, I'm sure all the girls out there and you know, mega popular. En wederom is het ontzettend gezellig in de studio bij Sylvana Soul. Want dit keer heb ik het gezelschap van drie hele mooie dames. En één man met een stem zo fantastisch. Dat is gewoon niet te geloven. Ik heb het over Eternal en B.B. Winans. Die op dit moment samen een single uit hebben. En die heet I Wanna Be The Only One. Hi girls. Hi. Hello. 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 Er zaten een aantal memorabele interviews tussen. Mariah Carey was memorabel omdat ze gewoon zo ontzettend vervelend was. En ik heb dat later ook gemeld op de tv. Van, nou, ik heb haar dan geïnterviewd, maar ik vond haar erg vervelend. En ze was erg ongeïnteresseerd. Ze wou niet samen met mij in hetzelfde shot. Ik moest dan tegenover haar zitten en ging zij, maar vooral niet meer. Well, starting with Vision of Love. What did that mean to you, your first single? And... Well, Vision of Love was a song that I wrote basically right after... you know, it was like a point in my life when everything was starting to happen that I'd always wanted, like my record deal, and I was starting to do my album, and it was just a really great turning point in my life. Dat vond ik echt strontvervelend, vond ik echt diva gedrag. Heb ik later ook gezegd, dat heeft me een aantal doodsbedreigingen opgeleverd. Toen al, kan je nagaan. Maar echt fans die zeiden van, als je zo over haar praat, dan breken we je benen en we wachten je op. Dat was dan wel weer grappig. Dus op die manier was dat interview wel memorabel. It's shopping time. We staan in Amsterdam, vlakbij de Dam. En nou, de lente zit helemaal in de lucht. Het is lekker weer op straat. Iedereen heeft volgens mij absoluut goede moed om te gaan shoppen. Dat ga ik ook doen. En met wie? Met Eternal. Spannend. First you're just, you know, a beginning group, 1993. It's not even that long ago. And now you're styling Calvin Klein's latest outfit in the Marie Claire. I mean, that's kind of like... very fortunate. Yeah. It feels very good, but we also appreciate that we're very fortunate girls. No, it's, yeah, tattoo. Oh, that's cool. That is so cool. It's a nice outfit as well. I like this. They must have tattooed that on it. I knew you were going to say that. Yeah? Yeah. You did? I really like it. I want to know who this is.